Als er iets aan de hand is, wordt verwacht dat de politie optreedt. Maar dan moet de agent wel worden verteld dat er iets mis is. En daar loopt het fout. Volgens de politie pakt nog maar 1 op de 9 mensen de telefoon. Nou, het gevolg is dat wij heel veel informatie missen. Wij noemen dat heter daadkracht. Dus als er iets gebeurt, willen wij heel graag reageren, snel en goed. Maar als maar 1 op de 9 mensen ons belt, dan missen wij gewoon te veel zaken. Vaak wordt gedacht, een ander belt wel. Maar als iedereen dat denkt, gebeurt er dus niets. Den Uyl wijt het ook aan een gebrek aan vertrouwen in de politie. Waarom zou ik bellen? De agenten komen toch niet. Maar dat zou een misvatting zijn. De agent doet wel wat, maar de burger ziet het niet. Nou, wat we gaan doen en steeds meer gaan doen is ook reageren op een melding. Dus als we geweest zijn, de beller proberen terug te bellen en te vertellen, we zijn geweest, we hebben wel iets aangetroffen, we hebben niet iets aangetroffen. Dat stimuleert ook. Dat lukt ons ook niet altijd, realiseer ik me, proberen we wel. De vraag is of dat voldoende is om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Want die heeft vaak niet te maken met ernstige criminaliteit, maar met vernielingen en hangjongeren. De burger verwacht ingrijpen voordat het misgaat. Maar daar houdt dit korps zich niet mee bezig, zei de persvoorlichter nog in december. Nou, de politie in ieder geval is er voor het oppakken van boeven nadat zij hun daad al gedaan hebben. En dan is het dus eigenlijk al te laat. De burger heeft aan dit politiekorps heel veel. Wij hebben inmiddels in dit korps 90 wijkagenten. Die wijkagenten staan in mijn beleving en ook in de beleving van veel burgers in direct contact met die burgers. En dat is ook wel een plek waar je met je eerste zorgen terecht kan. En over de meldingen, als u belt met een melding waar wij serieus op moeten reageren, in 90 tot 95% van de gevallen zijn we er en snel.